Hakim Salem, coach, Gasterre Flames, 85-63. Deze eerste wedstrijd in de poolfase tegen Magic. Een tevreden man, neem ik aan. Enorm. Ik vind dat wij met heel veel energie hebben gespeeld. Zowel verdedigend als aanvallend. 18 assists hebben gehad. We hebben de rebound gedomineerd. Behalve eerste kwart was de rebounding slecht. Daarna hebben we alleen maar onze intensiteit verhoogd. En dan lig je eigenlijk de wil van Gasterre Flames op de tegenstanders. En zo wil ik het graag zien. Er zat heel veel energie in het spel. Dat is natuurlijk een fantastisch moment, ook zo vlak voor de play-offs. Bewuste keuze of komt het nu vanzelf? Voelen ze nou dat het nu moet gebeuren? Hoe zit dat precies? Ik denk dat wij met z'n allen voelen van het moet nu gebeuren. We hebben een lang seizoen gehad achter ons. We hebben veel uren in de training gehad. Lange dagen gemaakt. En ja, wij doen het hiervoor uiteindelijk, voor de play-offs. Hier gaat het om. En dat stralen de jongens enorm goed uit. Laatst werd het tegen Magics uit in Wijchen. Was van een hele andere orde. We moeten er nou nog een keer naartoe. De coach Michael Schuur zei vooral dat zijn point guard het een beetje lief afweten. Zag jij dat ook zo? Ik denk dat onze verdediging heel enorm goed was op Eker. We hadden Jesse erop, we hadden Thies erop, we hadden David erop. We hadden op een gegeven moment Alex erop. En de wisseling van de verdediging erop en de intensiteit, zeg maar, dat heeft hem uiteindelijk wel heel veel kracht gekost. Als je even kijkt naar de spelers, dan springt Jason DeRusso er natuurlijk uit met 24 punten en 10 rebounds. Zou je hem speciaal willen noemen om eruit te pikken of heb je zoiets van... Nee, ik vind dat Jason erg een goede speler is in een systeem dat de bal beweegt. Dat is ook Alex Wesby bijvoorbeeld. En we hebben vandaag de bal niet vastgehaald. We hebben de bal gewoon bewogen van links naar rechts, van beneden naar buiten. De laatste score, de 3-punter. De ene laatste score van Jason komt uit van een paas in de post van Sergio. Sergio draait, ziet hem open, paas en open 3. En dat is team basketbal. Daar is Jason heel goed in, daar is Alex heel goed in. Evis, Sergio, eigenlijk iedereen is daar heel goed in. Als wij weinig dribbelen en veel pasen. Dinsdag voluit. Ja, lastig tegenstander. Het is Zwolle heeft bewezen dat ze enorm goed kunnen spelen. Tegen Magics uitgewonnen. Zijn compleet. Dus het is een gevaarlijk tegenstander. En we moeten deze wedstrijd heel snel achter ons zetten. De wedstrijd tegen Magics en concentreren op Zwolle. Maar dit geeft een goed gevoel natuurlijk. Ja, dit is prachtig. Hoe wij gespeeld hebben, vooral de beleving. Dat is bijna niet te beschrijven. Hoe de jongens op het veld stonden en echt elke score beleefden. David Bell had een N1 score vanuit de offensive rebound van Avis White. En ik zie Avis White op een gegeven moment bijna over de boarding heen springen om een bal te redden. Nou ja, play of time. En ja, Avis staat er ook. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het was om rust te bewaren rondom het team. En die jongens te laten realiseren van nou, nu moet het gebeuren en jullie zijn belangrijk. En als team winnen we van, ja, kunnen we van iedereen winnen. Coach, nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel. Jesse, voor een eerste wedstrijd in deze tussenronde voordat eigenlijk de echte play-offs gaan beginnen tegen Magics. Prachtige overwinning natuurlijk met 85-63. Wat vond je ervan? Heerlijke wedstrijd. Goede opener van de play-offs. En dit is een goed standpunt wat wij moeten zetten in de play-offs. Dus keihard werken, goed als team spelen en heel goed verdedigen. Dat is onze basis. En dat hebben we vandaag echt goed gedaan. Vooral goed te zien was dat er zoveel energie in de ploeg zat. Is dat nou omdat het er nu echt om gaat, zo gezegd? Ik zou het niet weten, maar het is wel in onze stenen gedrukt dat we echt keihard moesten gaan spelen. En dat dit het moment is waar we het hele jaar voor hebben gewerkt. Want ja, het was 0-0. En het nieuwe play-off systeem is het wel moeilijker. Dus we moeten echt keihard bikkelen om weer de eerste positie te pakken naar de volgende ronde. Dus aan de halve finale. Je komt van de bank, je speelde prima wedstrijd, prachtig geschoten, 12 punten. Heb je dan zo het gevoel op zo'n avond van het klopt allemaal? Het gaat lekker, ja. En helemaal omdat we de bal mooi rondspelen en helemaal als team spelen. Kijk, we hebben 10, of tenminste, ik denk 4-5 mensen in dubbele cijfers. En dat is wat we willen. Dat is ons spel, team basketbal. En dat hebben we goed gedaan. Dus voor mij is het ook wel heel lekker dat ik vanaf de bank af kom en veel energie breng in het team. Laatste wedstrijd tegen Magics uit was toch van een hele andere orde. Wat maakt dan nu het verschil? Die wedstrijd zaten we niet echt goed in ons vel. En het liep niet helemaal. We speelden niet goed als team. En dan zie je het al heel snel het verschil, zeg maar. En dat was deze wedstrijd een heel ander verhaal in ieder geval. Hoe kijk je nu naar de wedstrijd van dinsdag tegen Zwolle? Het is weer 0-0 voor ons. En kijk, deze wedstrijd is heel mooi meegenomen. Maar we hebben er nog 3 te gaan die we echt moeten winnen. Voor ons gevoel. Dus deze zijn we nu al heel snel vergeten. En gaan we dinsdag weer proberen hetzelfde resultaat neer te zetten. Laatste vraag. Heb je de krant gezien vandaag? Nog niet. Dat kun je niet menen. Ja, hij is wel opgestuurd en ik heb hem wel digitaal gezien. Maar ik heb hem nog niet in de krant gezien. Dus ik moet hem nog zien, ja. Ziet er gaaf uit. Gefeliciteerd. Dank u wel.